Op het oefenterrein van het militaire herstellingsoord Aardenburg in Doorn werd deze dagen het jaarlijkse sportfeest voor oorlogsinvaliden gehouden. Enige Engelse deelnemers demonstreerden dat hun toestand geen beletsel is om goed te kunnen boogschieten. Elke doelschijf had een ballon in de roos. De demonstranten wisten de roos en dus ook de ballon veelvuldig te raken. De secretaris-generaal van het ministerie van Oorlog, de heer Rietveld, kon hier met de andere toeschouwers waarnemen dat de invalide oud-soldaten evenveel behoefte aan sport en ontspanning hebben als alle andere mensen. Als geestelijk gezonde mannen willen ze leven en genieten van de dingen waarvan iedereen genieten kan. Wat ze kunnen bereiken op het gebied van de wedstrijdsport bleek bij een netbalontmoeting tussen een Engels team en een Nederlandse ploeg die zichzelf de Rollende Leeuwen noemt. Ofschoon stuk voor stuk door ruggengraatverwondingen aan hun rolstoel gekluisterd, blijken de mannen toch in staat deze sport met succes te beoefenen. De spannende strijd werd onder andere gevolgd door graaf van Linden van Sandenburg, de commissaris der koningin in Utrecht. De Engelsen die de overwinning behaalden, ontvingen hun prijzen uit handen van kolonel van Landschot, de voorzitter van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers.